D66 Nijmegen wil graag van dienst zijn om de problemen in de Nijmeegse coalitie op te lossen. Dat zegt fractievoorzitter Rob Jetten. Het CDA en Liberaal Nijmegen willen eerst geduldig afwachten. De VVD Nijmegen onthoudt zich van enig commentaar. Mogelijk levert die fractie de oplossing in het probleem. Het is heel erg jammer voor de stad. De stad verliest een wethouder die 6,5 jaar voor de stad heeft gewerkt. En dat leidt ook tot spanningen in de coalitie, heb ik mogen vernemen. Wat ik vooral jammer vind is dat we daardoor nu een aantal weken ook weer discussie hebben over met wie we het doen in deze stad. En volgens mij hebben we er politiek gezien heel veel aan als we het toch weer gaan hebben over de opgaven die we hebben in deze stad. De opgaven zijn groot en daar moeten we samen aan willen werken. D66 maakt zich op de eerste plaats gewoon zorgen om Nijmegen. We bespreken aankomende woensdag de begroting van de stad. Daar zit een groot tekort op een heel erg belangrijk programma. Namelijk een programma dat ervoor moet zorgen dat mensen in armoede worden geholpen. Dat we mensen begeleiden naar werk. En de coalitiecrisis is dus niet goed voor de stad. En D66 wil dat daar snel een oplossing voor komt. Op de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP. Om te kijken hoe ze deze problemen gaan oplossen. Maar mochten ze daar niet uitkomen, dan vind ik dat de gehele gemeenteraad moet worden betrokken bij het zoeken naar een oplossing. Ik vind het met name triest voor wethouder Tankier. Toch een man die dicht bij de ondernemers staat, die bij ondernemers heel goed lag. Die toch zijn stinkende best heeft gedaan en op deze manier aan de kant wordt gezet. Vind ik wel heel triest voor wethouder Tankier. Wat ik begrijp is dat de coalitie het nu gaat oplossen, tenminste in gesprek zijn met elkaar. En als ze daar niet uitkomen, dan is het de volgende fase en dan horen we wel of er een vraag komt. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.